Ja, Jason Mraz moest erin. In de eerste plaats omdat het echt een van mijn favoriete artiesten is. En I'm Yours kent natuurlijk iedereen. Dat is het ultieme kampvuurliedje. En ik hou heel erg van dat soort liedjes. Het zijn liedjes die gemaakt zijn voor de gezellige momenten. De momenten die je deelt met anderen. En dat zijn per definitie de mooiste momenten.